Het is woensdag en dus tijd voor de RKC Today Crossbar Challenge met vandaag. Nando Wormgoor. Frank van Mosselveld. Nou, dat is een verrassing. Ja, je bent zoals weer fit? Beloofd, ik ben fit. Zo gauw ik fit was, zou ik de uitdaging aangaan. Nou, daar is hij. Klaar daarvoor? Dat gaan we zo zien. Er staat wel een klein windje, maar goed. Zijn al excuses aan het zoeken. Nee, ja, totaal niet. Ik ben erop gekleed, dus laat maar komen. Helemaal goed. Laten we naar de ballen gaan. Prima. Heb je een techniek? Nee, geen speciale techniek, want in principe is de bedoeling dat de voetbal een bal in een goal schiet. Nee, ja, we gaan gewoon op gevoel trappen. En zoals je bij Chen zag, op het moment dat je het gevoel hebt, dan blijf je ze raken. Drie ballen had je nodig, zeg je? Ja, voor het gevoel denk ik. Drie ballen voor het gevoel. En dan betekent dus zeven ballen erop. Ja, je moet uiteindelijk wel een uitdaging hebben natuurlijk. Dus, kijk, het niet uit je pak scheurt, succes. Nee, ja, dankjewel. Oké. Oh! Nou, dat was nog niet veel. We hadden drie ballen nodig, zeg je dus. Dat waren ze, de eerste drie. Ja. Ik ben benieuwd, want ze zitten alle drie heel dichtbij. De laatste was alleen net iets te ver eronder. Ja, heel dichtbij is helemaal niks, hè. Was de wind. Ja, dan. Ja. Bewaar je rust, hè? Ja. Dat we er nog drie kunnen halen in ieder geval. Kom op. Toch twee. Veel dichtbij, maar... Ja, maar jij bent er niet gewend om in het pak te doen natuurlijk. Nee, maar goed. We gaan even excuses zoeken, hè? Nou, dat moet je niet doen. Het was de wind, het was het pak. Nee, uiteindelijk waren het er slechts twee. Ja, waar ging het fout? Ik denk dat er heel veel dichtbij zaten. Het waren er echt twee. Ja. Dan misschien toch net de wind, maar goed. Misschien nog iets te vroeg gezegd dat je hersteld was. Excuus nummer drie. Nee, geen excuses. Geen excuses. We gaan er gewoon twee op het bord zetten. Nu zie ik dat je helemaal aan het begin niet alleen groots in woorden was, maar ook groots in je foto. Man. Maar je bent nu ook hoger in rang natuurlijk bij RKC, hè? Frank, je hoort gewoon bij dit rijtje twee. Nou ja, als ik de namen daar zie, dan hoor ik daar in principe niet bij. Maar nee? Goed, okay. Ja, het beeld en de ballen liggen niet. Dus ik ben al lang blij dat ik boven mijn vrienden Pieter en Daan sta. Dus. Maar zoals ik al zei, ik denk ook dat het niet goed is op het moment dat iemand die gestopt is, er dan zes of zeven op ziet. Dus ik ben best tevreden met twee uiteindelijk. Dankjewel. Graag gedaan. Normaal vraag ik natuurlijk, wie ga je nomineren? Ja. Maar jij hebt iets anders in gedachten. Ja, zeker. Zoals de mensen hebben kunnen zien, heb ik Fred al genomineerd. En die staat ook mooi bij mij in het rijtje. Maar goed, nu ik hier toch sta, leek mij misschien leuk om een van de kijkers, een van onze supporters te nomineren. Dan richt ik me heel even tot de kijker en de supporter. Want voel jij je nu aangesproken en wil je zelf graag een keertje meedoen? Of ken je iemand die graag een keer mee wil doen? Tag hem in ieder geval hieronder dit filmpje en deel dit filmpje. Dankjewel.